Dit is het Weertjournaal van woensdag 18 maart met vandaag Nederland naar de stembus en boomfeestdag in Weert. Dag dames en heren, een heel goede avond. En Nederland mocht vandaag weer naar de stembus voor de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. Tot 9 uur vanavond zijn de stembureaus nog open. En vanavond laat zullen we weten welke partijen feest kunnen vieren en welke moeten treuren om het verlies. Het worden spannende uren voor de politieke partijen. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van vandaag is tevens bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer moeten de wetsvoorstellen van de Tweede Kamer goedkeuren. Al diverse weken proberen de verschillende kandidaten de stem van de kiezer te winnen, met als posters en flyers. Onbekenden hadden afgelopen nacht de borden van de VVD-kandidaten die op de singel staan beklad met zwarte verf. Andere borden werden ongemoeid gelaten. De politieke kopstukken hebben de afgelopen weken druk campagne gevoerd en gingen vandaag ook zelf naar de stembus. René Wernink staat tweede op de VVD-kandidatenlijst en bracht vanochtend vroeg haar stem uit in het Thomashuis in Ospeldijk. Hubert Makkers, vierde op de lijst van het CDA, vulde zijn stembiljet in bij de Reigershorst in Nederweert-Eind. Weertenaar Anton Kerkels bracht in het stembureau bij Zorgcentrum Hieronymus zijn stem uit. Hij staat als zevende op de lijst van de VVD. In tegenstelling tot Wernink en Makkers is Kerkels lang niet zeker van een langere termijn in het provinciehuis. Volgens een prognose van Maurice de Hond voor Limburg zou de VVD namelijk uitkomen op 6 zetels. De Weertenaar moet dus hopen op voldoende voorkeursstemmen. Volgens de recente peiling zou het CDA de winnaar worden van de verkiezingen. Of dat echt zo is, dat weten we later deze avond. Onze provincie had vorig jaar de hoogste opkomst. Hoewel veel mensen zeggen niets te hebben met de provinciale verkiezingen, was de opkomst op het stembureau in Sporthal aan de Bron rond het middaguur toch redelijk te noemen. We hebben nu al rond de 240 personen hier gehad. En als je het vergelijkt met vorig jaar de Europese verkiezingen, dat waren er in totaal 750. Dus als je nagaat dat het nu pas 12 uur is, dan zijn we goed op weg. Zijn het dan mensen die en op de statenverkiezingen hun stem uitbrengen en ook voor de waterschappen? Ja, de meeste wel. Ja, de meeste brengen twee stempassen mee. Er zijn mensen die ook voor één verkiezing stemmen. Maar dat is ook ongeveer 50-50. De helft alleen voor de Provinciale Staten en de helft alleen voor de waterschappen. Maar de meeste komen echt voor beide. Ja, want u merkt wel dat leeft bij de mensen. Dat mensen het belangrijk vinden dat ze hun stem uitbrengen. Ja, de mensen die komen stemmen zeggen van ik ga gewoon altijd stemmen. Maakt niet uit of het nou een verkiezing is die misschien wat minder populair is. Ik ga gewoon stemmen, want ik heb stemrecht en ik doe dat. En zoals gezegd zijn de stembureaus nog open tot 9 uur vanavond. En dan later op de avond, dan zullen ook de eerste uitslagen bekend worden gemaakt. En op 26 mei dan kiezen de leden van de Provinciale Staten de vertegenwoordigers van de Eerste Kamer. Om in de toekomst meer breuken in het Weerter waterleidingnetwerk te voorkomen, moeten er meer kilometers oude waterleiding worden vervangen dan nu gebeurt. En dat is de conclusie van het rapport Lek van de SP dat gisteravond werd gepresenteerd. Momenteel wordt door WML in de wijk Groenewoud zo'n 1,5 kilometer waterleiding vervangen. En dat was nodig omdat er de laatste jaren diverse malen breuken in de leidingen ontstonden. Sinds 2013 kwamen klachten binnen na een drukverlaging in het net door de waterleidingmaatschappij Limburg. In de zomer van 2014 en in het begin van 2015 vond een opvallend groot aantal forse leidingbreuken plaats. De SP opende daarom een klachtenmeldpunt en verrichtte onderzoek over de toestand van het waterleidingnetwerk. In het rapport Lek, waarom springen de leidingen in Weert? Komt als conclusie naar voren dat leidingen uit de jaren 60 en 70 die her en der in Weert onder de grond liggen, dermate van slechte kwaliteit zijn dat vervanging noodzakelijk is. Het doel van het rapport was het zoeken naar mogelijke verbeteringen. Het gaat wat de SP betreft dan niet om de schuldvraag. Wel plaatst de partij hier en daar een vraagteken bij eerder gemaakte keuzes. Richting de gemeente en WML zijn daarom nog vragen en aanbevelingen ingediend. De werkzaamheden die WML momenteel verricht duren nog tot aan de bouwvak.
De sanering wordt uitgevoerd in een vijftal fases. En dit om de overlast in de wijk te minimaliseren. Bomen en water, dat was het thema vandaag van de Nationale Boomfeestdag. Een actueel thema, want vandaag werden ook de waterschapsverkiezingen gehouden. En ook in Weert gingen de spades de grond in en werden er bomen geplant voor de toekomst. In de bossen van recreatiegebied De IJzeren Man waren leerlingen van de Widdangschool uitgenodigd om met de gemeente Weert de 59e editie van de Boomfeestdag te vieren. Wethouder Letjes plantte als eerste een nieuwe boom. Het thema bomen en water is actueel omdat waterberging en waterbeheersing een steeds grotere rol spelen. Bomenkap, klimaatveranderingen en volgebouwde steden hebben invloed op de zeespiegel en dat heeft weer effect op de grondwaterstand. Is die te laag, dan krijgen vooral jonge bomen problemen om aan te slaan. Pas aangeplante bomen, zoals deze, moeten dus goede nazorg krijgen door het geven van voldoende water. In samenwerking met het Natuur- en Milieucentrum gingen de leerlingen van de Widdonk aan de slag en planten samen zo'n 215 nieuwe boompjes. En daarna werden er rondom het thema nog diverse activiteiten georganiseerd in en nabij het Milieucentrum. Welk team wordt Nederlands kampioen straatvoetbal? Misschien wel een team uit Weert. In verschillende voorrondes strijden de D- en E-pupillen om de titel tijdens het KNVB straatvoetbaltoernooi. Deze week werd de voorronde gehouden in de wijk Leuken. In totaal worden er op 5 verschillende locaties in Weert voorrondes gehouden. De organisatie is in handen van Let's Move van Punt Welzijn. Kinderen die geboren zijn in 2002 tot en met 2005 kunnen gratis meedoen, waarbij teams met elkaar de strijd aangaan om de titel Nederlands kampioen straatvoetbal. Je hoeft daarvoor niet lid te zijn van een voetbalclub. Er wordt zonder keeper 4 tegen 4 gespeeld met teams die door de kinderen zelf mogen worden gemaakt. Naast dat er gespeeld wordt in 2 leeftijdscategorieën, heeft Let's Move de doelstelling om dit jaar ook een volledig meisjestoernooi op te zetten. Vorig jaar werden de meiden van Leuken zelfs 4e van Nederland. De winnaars van de voorrondes stromen door naar de stadsfinale. En die vindt plaats op de Nieuwe Markt op zondag 26 april tijdens de Dag van Sport en Bewegen. En kinderen kunnen nog steeds meedoen. De volgende voorronde is op 28 maart en dat is in de wijk Keent. En daarna volgt op 1 april Stramphooi en op 8 april dan is Molenakker aan de beurt.